Meneer Dijsselbloem, volgend jaar wordt ABN AMRO, tenminste wordt gekeken of ABN AMRO verkocht kan worden. Hoezo moeten we nog een jaar wachten? Omdat we vinden dat we nog niet zo ver zijn. Dat heeft wel te maken met de bank, de bankensector als de markt. De bank moet verder aansterken, moet zijn resultaten nog verder verbeteren, moet qua cultuur nog stappen zetten. De sector moet worden gestabiliseerd. Daarvoor hebben we ook allerlei maatregelen vandaag aangekondigd, waaronder strengere eisen voor bankreserves. En de markt moet goed zijn, want we willen ook een goede prijs terugkrijgen voor het vele geld wat hierin is geïnvesteerd. Nu zitten we nu voor het vierde kwartaal achtereen in recessie. De markt moet goed zijn. Het ziet er niet naar uit dat dat binnenkort wel het geval is. Daarom een jaar genomen. Is dat voor de zeker omdat we nu in een slechte economische situatie zitten? Dat speelt zeker mee. Dus we beslissen ook echt pas op zijn vroegst over een jaar. Het enige wat we nu hebben besloten is dat de ABN zal weer een gewoon particuliere bank worden. En dat zullen we doen door de aandelen op een gegeven moment op de beurs te plaatsen. Het moment waarop, het tempo waarin, is allemaal later te besluiten op zijn vroegst over een jaar. En als er nou een bank of een investeerder komt die zegt van nou, ABN AMRO lijkt me interessant, ik koop de aandelen. Wat zegt u dan? Die mogelijkheid staat nog steeds open. Het zal ook het komende jaar open blijven. Maar onze verkenning heeft laten zien dat die interesse, die partij er op dit moment niet is. Maar die mogelijkheid kan altijd nog. U had het over een stichting die de continuïteit van ABN AMRO beschermt. Kunt u daar wat meer over vertellen? Voordat de staat zijn meerderheid van zeggenschap loslaat, zullen we een stichting oprichten, de stichting Continuïteit, die dus ook de continuïteit van de onderneming bewaakt. Die krijgt het recht om met preferente aandelen de zeggenschap naar zich toe te halen op het moment dat er sprake is of zou zijn van een vijandige overname. Die stichting kan dat dan blokkeren. Wat is daar de voornaamste reden voor? Nou ja, de geschiedenis leert dat ABN ook in handen kan vallen van partijen die de bank gewoon uit elkaar trekken en de facto voor Nederland opheffen. Dat willen we niet. We willen dat de ABN gewoon als bank voor Nederland, voor de Nederlandse economie, behouden blijft. En dus continuïteit zeker is gesteld. Daarvoor is deze stichting. Buitenlandse investeerders kunnen ook denken van die Nederlandse markt is niet zo interessant, want de overheid zit daar met stichtingen tussen om eventuele vijandige overnames te blokkeren. Nou, dit soort beschermingsstichtingen zijn heel gebruikelijk in Nederland. Er zijn heel veel beursgenoteerde Nederlandse bedrijven die dat kennen, waaronder ook de ING. Dus we doen iets wat gebruikelijk is en wat ook in de markt, ook bij aandelen en markten, wordt geaccepteerd. En kunnen wij deze gang van zaken ook verwachten bij SNS Real, die eerder dit jaar genationaliseerd werd? Is er zo'nzelfde constructie mogelijk? Is dit een soort van voorbeeld van hoe het in de toekomst ook gaat? Dat kan ik nog helemaal niet zeggen. Bij SNS geldt dat we net het herstructureringsplan hebben ingeleverd bij de Europese Commissie. Die kijkt toe of we als staat ons wel netjes gedragen en niet de markt helemaal overnemen. Dus dat moeten we helemaal afwachten. Die beslissing volgt echt veel later. Gerrit Salm zei vanochtend, de bestuursvoorzitter van ABN AMRO bij de presentatie van halfjaarcijfers, dat hij er wel zin in heeft in nog een termijn. Denkt u er ook zo over? Ik heb in ieder geval alle vertrouwen in Gerrit Salm. Dat betekent? Dat wat mij betreft, ik zou verwelkomen als hij nog even zou blijven. Dat zou goed zijn voor het bedrijf, goed voor de stabiliteit en de samenwerking is ook voortreffelijk dus.